Pasta is eigenlijk afkomstig uit het oosten en daarom kan het ook prima in een soort van oosters gerecht verwerkt worden. Begin met het fruiten van de ui en de knoflook. Wanneer die glazig zijn, kun je de spekblokjes erbij. En dat bak je gedurende 5 minuten. Ondertussen kook je de pasta en die giet je af wanneer die gaar is. Dan kan er een eetlepel tomatenpuree bij en een eetlepel rode currypasta. En dat roer bak je even mee. Na een minuut gaat de rode paprika erbij. Je schept goed om. En vervolgens de tomaat uit blik. Nou, dat laat je met 1 eetlepel suiker ongeveer een half uur inkoken. Wanneer het is ingekookt, doe je de pasta erbij. Zorg dat je de pasta maar 4 minuutjes kookt, want anders wordt hij te gaar en kun je niet meer roerbakken. Dan roerbak je hem gedurende 4-5 minuten. Dan is hij mooi al dente. Dan gaan de verse kruiden erbij, zoals basilicum en bieslook. Je doet hier natuurlijk geen kaas op.